Loosduinen een sociale gemeenschap. In 1932, tijdens de grote crisis, kocht een 26-jarige jonge man, Jacques Beiersbergen uit Hillegom... een slagerij in de Dilleburgstraat. Het begin van hard werken en zuinig zijn. In 1933 trouwde hij met zijn grote liefde, Maria van Nooi, uit Bennebroek. Zij werden mijn ouders. Als nieuwkomer. Trok mijn vader veel klanten met vier ons vleeswaar voor één kwartje. De zaak en het gezin groeiden voorspoedig. Mijn ouders voelden zich snel thuis in Loosduinen. Later verhuisden de zaak en het gezin naar een groter pand in de Emma'sstraat, nu Loosduinse Hoofdstraat. Toen de oorlog uitbrak, kwam er schaarste en ging alles op de bon. Een aantal tuinders ging op hun tuin varkens houden. Regelmatig werd aan slagen Bijersbergen gevraagd er een te slachten. Dan fietste hij heel vroeg in de kou de polder in om zijn werk te doen. Als het beest geslacht was, werd het vlees gepekeld... en werden er allerlei soorten worst van gemaakt. Een heel karwei. Aan het einde van de oorlog brak de hongersnood uit. Mijn moeder gaf eens haar laatste brood aan een hongerend gezin... S'nachts bedacht ze dat ze niets had voor haar kinderen. Dezelfde morgen tikte de schoenmaker Eduard Nieuwenburg op het raam. Hij had brood gebakken en dacht dat de familie Beiersbergen wel wat kon gebruiken: het manna uit de hemel. In deze moeilijke tijd werkte mijn vader samen met de mensen van het noodcomité. In de melkfabriek van Van Bokhoven werd er voor de hongerende Loosduiners gekookt. Aan de tuinders werden aardappels en groenten gevraagd. Ze gaven dit voor zover ze iets hadden. Eén tuinder zag er niets in, ondanks zijn flinke voorraad. Hij kon niets missen. Na een waarschuwing gaf hij toch een deel van zijn voorraad mee. Na de oorlog werd er ook regelmatig om hulp gevraagd. Mijn vader was penningmeester van het armbestuur van de kerk. De pastoor of sociaal werkster kwamen regelmatig een beroep doen op het fonds. Toen de bodem van de kas was bereikt en een noodgeval geholpen moest worden, gaf een tuinder een groot bedrag met de woorden: Ik wil niet weten waar het voor is en ik wil er ook niets meer over horen. We hadden een groot druk gezin. Regelmatig hadden we pleegkinderen. Veel vriendjes en vriendinnetjes aten mee. Ook kinderen van tuinders. Op onze beurt mochten we met hen mee naar de tuin om te spelen en te helpen. Iedereen kreeg het later steeds beter. Het harde werk bleef voor zowel de slager als voor de tuiner. Nu slaat de crisis weer toe. Misschien niet zo hard als in de jaren dertig, maar er zijn weer mensen die hulp nodig hebben.